jullie, goedemorgen. Het is vandaag een maandag. Dus echt letterlijk de eerste dag sinds Ramadan is begonnen dat ik echt make-up op heb. Omdat ik daar gewoon echt behoefte aan had. Want ik had er echt absoluut geen behoefte aan. Ik heb vandaag weer lopen dweilen zoals je ziet. Het is echt een soort van routine voor mij geworden. Ik word dus wakker. Nu heel gek, maar dan ga ik even een kwartiertje even naar buiten toe. Voor de deur even zitten daar lekker in de zon. Want we moeten onze balkon nog schoonmaken. En dat gaat morgen gebeuren. Want ik wil echt gewoon elke ochtend vanaf nu op een balkon zitten. En daarna ga ik me gewoon opfrissen. Ik ga lekker douchen. En daarna ga ik echt gewoon lopen schoonmaken. Elke ochtend bevalt me echt zo goed. Ik heb gewoon nooit meer vieze vaat. Alles is de hele tijd opgeruimd. Ruikt fris. Ik heb trouwens in de vorige vlog laten zien dat ik een nieuwe allesreiniger heb. Moet jullie eerlijk zeggen, dat is echt de beste allesreiniger tot nu toe. Kijk, dat is dus deze. Maar hij is echt zo fucking goed. En mijn huis ruikt echt zo lekker fris. Voor de rest gaat het vast vandaag eigenlijk supergoed. Het is nu alweer 6:15. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook best wel laat opsta. Dus dat scheelt ook wel een beetje. We hebben natuurlijk ook heel late nachten. Dus we zijn meestal echt wakker tot 4-5 uur. En dan staan we ook echt rond 2-3 uur pas op in de middag. Hallo. Wil je weer aandacht? Trouwens, de grootste reden waarom ik me vandaag heb opgemaakt is omdat ik dus vandaag een pakketje heb binnengekregen van Douglas. Ik had een tijdje geleden besteld, want er was 25% korting op de hele site. Toen dacht ik, ja, ik ga het bestellen. En toen is dus mijn pakketje afgeleverd bij een DHL-punt. En toen heb ik hem gewoon een week niet opgehaald. Toen kreeg ik een herinnering. Toen dacht ik, oh mijn god, ik moet mijn pakketje nog ophalen. Dus die ga ik even unboxen met jullie. Ik heb echt leuke dingen besteld. Meestal als ik dus bestel en ik krijg het binnen, denk ik van, waarom heb ik dat in godsnaam besteld? Maar ik ben echt zo tevreden over mijn bestelling. Ik laat jullie even zien wat ik heb besteld. Deze Tommy shirtjes is trouwens echt zo chill. Ik moet echt meer van dit soort shirtjes hebben voor als ik even niet weet wat ik aan moet doen. Of gewoon voor thuis, dat je er gewoon wel leuk uitziet. Maar geen moeite heb gedaan. Als eerst heb ik van Mario Badescu heb ik een facial spray. En deze geur is echt mijn favoriet. Het is met rose water. Ik vind deze echt heel erg chill. En ik heb dus een mini versie ervan, maar dan een andere geur. Dit is met orange blossom. En dit ruikt ook echt heel erg lekker, moet ik zeggen. Ik heb voor mijn gezicht van Cody Star heb ik de Face Magic Drops. Het is voor self-tanning. Ideaal voor als je niet in de zon wil en wel een bruin gezicht wilt. Ik gebruik het elke dag voor het slapen gaan. En ik heb gewoon zo'n grote versie ervan gekocht. Omdat die echt gewoon... Het werd echt de helft van de prijs of zo. Dit was echt... Hier was volgens mij echt extra korting op. Normaal gesproken heb ik hier echt een klein flesje ervan. Maar ik heb de grote hiervan gekocht. En het scheelde me echt heel veel. En volgens mij heb ik dit voor €25 gekocht. En ik heb 2 wenkbrauwpotloden gekocht van NYX. Het is echt een heel fijn, zo'n heel smalle is dat. En hij ziet er zo uit. Er is nog zo'n borsteltje bij aan de andere kant. En dit is de kleur chocolate. Ik heb hem uitgeprobeerd, ik heb hem nu op en hij is perfect. En het werd ook echt heel erg cheap, dus ik heb er 2 van gekocht. Ik ben hier zo blij mee. Ik weet niet eens waarom ik het heb gehaald. Maar ik heb het gewoon aangevinkt. Het is een body lotion van Zadig & Voltaire. Volgens mij kennen jullie de parfum hiervan wel. Maar ik heb gewoon de body lotion ervan gehaald. Ik heb het opgedaan en hij is echt zo gruwelijk, jongens. Meestal zijn de body lotion van een bekende parfum best wel, ja, slecht eigenlijk. Ze vallen altijd zwaar tegen. Maar deze is echt gewoon verschrikkelijk goed. Ik had het echt niet verwacht. Ik vind de verpakking ook echt heel erg mooi. Voor de rest heb ik een zeep en een handlotion gekocht voor in mijn wc. Deze is van Rituals. En ik vind deze geur echt lekker. Ook heb ik van Rituals deze geurstokjes gehaald voor op het toilet. En ik heb even een andere poster opgehangen in het toilet. Ik vond deze wel mooi. En omdat ik het zelf echt heel erg lekker vind om even dat te beginnen met soep. Ik heb Kanesje gevraagd wat voor soep die vandaag wil. En hij heeft voor champignonsoep gekozen. Dat had ik echt niet verwacht. Die man lust geen eens champignons, maar hij wil champignonsoep. Maar hij wil dus geen stukken champignons erin. Maar ik vind het echt lekker, dus ik ga dat wel doen. En dan mag hij ze gewoon eruit halen. Maar ik ga dus vandaag champignonsoep maken. Oké, voor dit gerecht heb je dus nodig ui. Lente-ui. Crème fraîche of kokrom. Bieslook, ik heb echt nog een heel klein beetje. Perfect. Ik heb 2 kippenbouillons. Zout. Peper en natuurlijk champignons. Ik ga even als eerste champignontjes wassen. Ik heb alle groenten die ik nodig heb voor dit gerecht even gewassen. En ik ga even starten met de ui te snijden. Ik heb alleen maar een halve ui nodig. Uitjes ga ik even bakken in olijfolie. Normaal gesproken heb je boter hiervoor nodig. Maar dat heb ik eigenlijk echt nooit thuis. Dat gebruik ik nooit. Dan voeg ik de helft van de champignons die ik had toe bij de uitjes.
Dan voeg ik de crème fraîche toe. En dan voegen we zwarte peper erbij. En daarna 1 kippenbouillon. En dan gaat er nu gekookt water bij. Gekookt water is er nu bij toegevoegd. Nu ga ik even de lente uitsnijden. Dan doe ik het even in een klein bordje. Want dat ga ik gebruiken als een topping op het einde voor op de soep. Nu even met de staaf mixen hier er doorheen. Daarna voegen we de laatste champignonjes toe. En bieslook. Kijk guys, ik doe het op een heel zacht vuurtje, want ik heb nog zoveel tijd. Het is nog maar 7:03. Voor de mensen die aan de Ramadan meedoen, ik heb echt een heel handige app voor jullie. En het is deze. Er staat El Yakin. Als je daarop drukt, dan zie je dus wanneer je mag eten. Heel handig. Precies over 2 uurtjes. Kijk, en dan kan je hier dus aanvinken waar je woont. Het is eigenlijk echt heel erg, maar ik hou me gewoon de hele dag gewoon bezig met eten en schoonmaken. Dat is gewoon echt mijn planning voor Ramadan. Maar vandaag staat op het menu zalm. Wat heb ik nog meer? Ik heb nog garnalen van gisteren, dus dat ga ik ook nog maken. Ik had gisteren nog sperzieboontjes gekocht, dus die wil ik ook maken. Het wordt gewoon een lekkere gezonde maaltijd. En ik merk ook echt dat ik met de Ramadan best heel erg gezond ben gaan eten. Onbewust, hè. Want daarvoor at ik zeg maar al best wel gezond. Ik had het wel weer een soort van opgepakt. Maar ik had nog best wel veel koolhydraten voor mijn doen. En nu ben ik gewoon echt koolhydraatarm aan het eten. Zonder dat ik het echt zeg maar door heb. En dat vind ik echt zo chill. Ik denk er niet over na. Het is gewoon echt waar ik zin in heb. Ik heb nu bijvoorbeeld echt geen zin om straks om 9 uur opeens pasta te eten. Dus dat scheelt mij echt. De rest moet ik ook eerlijk zeggen dat ik het heel fijn vind dat Nessie en ik niet de hele dag met elkaar zijn terwijl we aan het vasten zijn. Wat wel fijn is om juist je ding te doen tijdens deze periode. Namelijk in deze periode ook echt aan mezelf werken. Gewoon een beetje innerlijke rust krijgen, zeg maar. En wat ik ook aan het doen ben, van kijk, ik haat schoonmaken. Ik haat huishouden. Ik haat het echt heel erg. Ik sta elke dag op en dan doe ik weer iets schoonmaken. En dan koop ik weer iets leuks voor het huis. En dan zie ik gewoon het echt gewoon. Dan zie ik gewoon het huis heel erg fris ruikt en goed eruit ziet en zo. Dat maakt me ook weer gewoon happy. Als ik het echt dag bij dag gewoon elke dag ga doen, dan kan ik daar misschien ook de lol in vinden. Vandaag heb ik dus nieuwe voer uitgeprobeerd voor deze kleintje. Samen met Lira natuurlijk. Ik heb namelijk voor het eerst organic natte voer gekocht voor hun. En ze krijgen heel weinig natte voer omdat ze daar niet zo goed tegen kunnen. Vooral die, want deze dikzak kan tegen alles. Maar volgens mij vonden ze het wel lekker. En de natte voer zag er ook heel anders uit dan normaal gesproken. Was het lekker. Ook naar buiten. Je bent best wel veel binnen vandaag, hè? Ja. Wij noemen Lira altijd de Muslim Cat. Want zij gaat altijd op het gebedskleed van Nessim zitten. En zij is ongelovig, denk ik. Het boeit haar allemaal niet. Als ik dan naar binnen loop, dan komt deze heel hard met me mee rennen. Omdat ze dan denkt dat ze voer krijgt. Maar je hebt net al voer gekregen. Ik ben nu de boontjes aan het snijden en first days aan het kijken. Het is echt zo lachen. Ik ga nu weer uitjes bakken. Daar gaan deze boontjes bij. En ik ga zo nog tomaatjes snijden en die gaan er ook bij. Maar meestal als ik zeg maar echt zo'n roomsoep maak of een pasta met room, dan wil ik het zelf niet meer eten omdat ik heel veel in die geur zit. Dus ik ga gewoon lekker tomatensoep van gisteren eten. Dat is Nessie dus ook thuis en ik heb even de zalm gemarineerd. Ik heb echt van alles en nog wat erop gegooid. Ik wil gewoon even lekker een gekruide stuk vis. Een beetje boos op Nessie, want hij is binnengekomen. Hij heeft helemaal niks gezegd over mijn wc. Kom, ik moet kijken naar mijn wc. Laten we kijken naar jouw wc. Zie je een beetje verschil? Oh, wauw. Mooi hoor. Je hebt niet gekeken helemaal, je moet erin. Oh, mooi. De vloer is mooi en de dingetjes. Je snapt het echt niet. Oh, je hebt parfum daar gehad. Ruik je het niet? Oh. Nee. Oh. Ruik je het echt niet? Ja, ik ruik parfum toch? Van die stokjes toch? Ja, vind ik niet lekker. Heerlijk, beter dan mijn popgeur. Laat, mijn mannen snappen het niet. De laatste 10 minuten altijd wel echt moeilijk, want ik krijg nog echt trek. Ik wil nu echt gewoon eten.
Oh, kom hier. Nesme heeft de zalm eruit gehaald. Oh, dat ziet er echt heel goed uit. Kijk eens aan, jongens. Chef Kok Nesima. Nee, chef. Oh, dat ziet er echt heel goed uit vandaag, moet ik zeggen. Man. Pak even het drinken voor ons. Tenminste, nee. Ik heb mijn colaatje gegeten. En ze zeggen dat mijn soep echt heel lekker is gelukt. Mijn soep vind ik zo lekker. Zo, niet schrikken guys. Ik heb mijn haar een beetje uitgekamd van onder. Het gaat even een beetje nat maken. En daarna ga ik er even Olaplex in doen. Als je de Olaplex gebruikt, moet je een beetje handdoek nat haar hebben. Dus ik heb het een beetje nat gemaakt. Nummer 3, om mijn haar vooral te herstellen. En dan moet je minimaal 10 minuten erin laten. Maar ik laat het echt veel langer in. Minimaal een uurtje of 2. En dan spoel ik het uit. En... het schijnt dus dat je met zo'n potje dus 7 keer je haar kan behandelen. Je hoeft er dus niet heel veel van in te doen. Guys, het is inmiddels 2:30. We hebben net op thuis bezorgd gewoon een bestelling gedaan. Bestelling is spannend, hè? Ik heb hem niet opgegaan. Wat heb jij besteld? Wat heb jij besteld? Wat dan toch? Bestellen. Nou jongens, het gaat allemaal om balans. Balans in het leven, heerlijk dit. Maar doe het tegen me volgens, we gaan eten tot morgen. Ja, Ramadan vloggie. Ramadan vlog. We gaan lekker vreten, hè.